Goedendag. De dag begon vandaag in sommige delen van het land nog erg mooi. De zonsopgang was hier vanuit de lucht goed te zien in Hoge Keppel, maar dat veranderde al snel. Vandaag trekt een gebied met intense neerslag over het land en dat levert lokaal ook wateroverlast op. Op de radar zien we ook goed het lage drukgebied naderen, wat voor die neerslag zorgt. Die arriveerde vanochtend en trekt op dit moment over Nederland. Met name in het zuidoosten zitten echt intense plukken. In Maastricht onder andere is al meer dan 50 mm regenwater gevallen. En dit gebied trekt uiteindelijk richting het noorden verder over het land. Met waarschijnlijk ook in de oostelijke helft van het land de grootste neerslagsommen. Nou, ik benoemde net al die 50 mm in Maastricht. Die zien we hier op de kaart ook heel goed terug. En dat is echt maar in een paar uur tijd gevallen. Dus dat heeft ook tot wateroverlast geleid. Straten daar zijn onder water gelopen. En onder andere ook de A2 is daar deels afgesloten vanwege wateroverlast. Maar ook elders zien we al hoge neerslagsommen boven de 10 mm. En dat gaat zich uiteindelijk dus verder over Nederland verspreiden. Met op grote schaal 30 tot 40 mm. Maar lokaal dus ook meer dan 50 mm regenwater. Pak ik nog even het weermodel erbij om te kijken hoe dat zich dan gaat ontwikkelen. Dan zien we inderdaad ook goed dat dat neerslaggebied zich uiteindelijk richting het noorden gaat verplaatsen. Met de meest intense neerslag dus over de strook over het oosten van Nederland. Daarna gaat de stroming naar het westen draaien. Hebben we ook nog te maken met wat motregen, lichte regen, maar iets vaker ook droge momenten. Zaterdag overdag trekken dan ook weer enkele buien over. Met name het noorden blijft ook echt gevoelig voor die bewolking en dat zal zondag niet heel anders zijn. Dan daar ook nog veel bewolking met af en toe wat regen, terwijl het zuiden dan waarschijnlijk op zondag vaker te maken heeft met droger weer. En dan kan de zon er weer even bij komen. Dan nog even het grote plaatje. Daarin zien we inderdaad dat lage drukgebied. Dat gaat een beetje rondtollen boven de Noordzee met ten zuiden daarvan een noordwestelijke stroming. En daarmee wordt dus ook koele lucht aangevoerd en die buien. Pas op zondag, dan trekt uiteindelijk dat lage drukgebied richting het noorden weg. Maar de wadden houden waarschijnlijk nog wel te maken met veel wind op zondag en ook nog regen richting de maandag. Dan zien we dat een rug van hoge druk zich over Nederland gaat ontfermen. En dan krijgen we met zomerse weer te maken, in ieder geval tijdelijk. Even de weersymbolen voor vanmiddag. Ja, die zijn toch echt wel herfstachtig te noemen. 16 tot 17 graden met perioden met regen. Kan dus af en toe flink gaan doorplensen. Grote neerslagsommen en de wind is matig uit een noordelijke richting. Vanavond wordt het vanuit het zuiden uiteindelijk wel iets droger. Daar nog wel kans op wat motregen. De meest intense neerslag is dan al verplaatst naar het noorden van het land. De temperatuur zakt dan naar zo'n 13 tot 16 graden. De wind is wat verder gedraaid naar het noordwesten, maar blijft wel matig van kracht. Vannacht hebben we nog steeds met dat lage drukgebied te maken, waardoor het bewolkt is. Van tijd tot tijd valt er nog wat regen, maar tussendoor zijn er wel iets vaker droge momenten. De wind waait uit een westelijke richting en is matig van kracht bij minima, zo tussen 11 en 14 graden. Morgen heeft met name het noorden nog te maken met veel bewolking en daar ook de grootste kans op buien. In de ochtenduren is die kans op buien ook vaak nog aanwezig in het midden en zuiden van het land. Maar later op de zaterdag wordt het vanuit het westen uiteindelijk wat droger met wat meer ruimte voor de zon. En loopt de temperatuur daar uiteindelijk nog op naar zo'n 18 of 19 graden, terwijl het kwik in het noorden blijft steken op zo'n 16 of 17 graden. En bij dat alles waait een matige westenwind. Aan zee kan die nog vrij krachtig zijn. Pakken we nog even de zondag erbij. Dan zien we dat het noorden nog wel te maken heeft met dat lage drukgebied opnieuw. Dan duurt het heel erg lang voordat daar de zon tevoorschijn gaat komen. Pas aan het einde van de dag gaat dat het geval zijn. Daar ook nog enkele buien. Terwijl we midden en zuiden al een veel vriendelijker weerbeeld hebben. Temperaturen zo tussen 21 en lokaal misschien 23 graden met een mix van wolken en zon. De wind is daarbij zuidwestelijk en matig van kracht. In het noorden en met name op de Wadden, daar zijn misschien nog wel zware windstoten mogelijk, dankzij dat lage drukgebied. Maar uiteindelijk in de loop van zondag schuift dat lage drukgebied weg richting het noorden en klaart het daar ook steeds verder op. Nou, de dagen daarna krijgen we dus even tijdelijk met zomerse warmte te maken. Op maandag een graad of 26, maar later op de dag toenemende bewolking en een toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien. Dan krijgen we op dinsdag, woensdag en donderdag vrij aangename temperaturen, zo tussen 22 en 24 graden. Vaak ook wel droge momenten, met name op de dinsdag af en toe nog wel een bui, maar de woensdag en donderdag zien er droger uit. En daarmee is het toch even tijdelijk een iets stabieler zomerweertype. Tot de volgende keer.